een beetje een spannend moment. We zitten hier bij de Permanent Bertendag, de vierde editie in Amersfoort bij de Nieuwe Stad. We zitten in de bus van de MKB Service Desk en die staat eigenlijk symbool voor innovatie bij het midden- en kleinbedrijf. Er is al heel veel gaafs gebeurd in deze bus. Volgens mij heeft de premier er al gezeten, ik geloof Maxima zelfs. Het MKB en innovatie horen bij elkaar. Ik ben één pitter, dus ook MKB, met eigenlijk een klein bedrijf. En mijn werk is, voor de mensen die mij al kennen, ik hou me bezig met het netwerk en informatiesamenleving, met nieuwe technologie. Ik denk daarover na, ik ben altijd nieuwsgierig naar wat is er nog meer. Maar ik heb wel een handicap, ik ben namelijk absoluut niet technisch. Ik kan niet programmeren, ik heb twee linkerhanden, ik ben vet onhandig. Maar ik heb wel een diepe fascinatie voor deze tijd. Nou, we leven in een tijd, ik noem het vaak de nieuwe renaissance, waarbij we in een netwerksamenleving leven en in een informatiesamenleving. Als je dat bij elkaar brengt, krijg je coole shit, zoals wij dat hier zeggen. Wij denken dat als je kunst, technologie en wetenschap bij elkaar brengt, dat er hele gave dingen kunnen gebeuren. En dat zorg, onderwijs, duurzaamheid, allemaal dat soort vraagstukken opgelost kunnen worden in dat domein. Vandaag ga ik iets heel engs doen. Echt heel eng. Ook weer niet heel eng, maar ik vind het wel spannend. Ik ga namelijk een chip in mijn lijf zetten. Hier, dit is Dangerous Things. Amal Graafstra heeft een gaaf project bedacht hiermee. Er is een TED-talk van hem, dus voor, als je daar meer van wil weten, dan kun je daar naartoe. En hij heeft een project gedaan dat ik een NFC-chip, een Near Field Communication Chip, heel klein, hij zit helemaal hier in deze naald, ga ik in mijn lijf stoppen. Dat vind ik eng, daar heb ik natuurlijk ook geen verstand van. Ik zei het al, ik ben heel onhandig. Dus ik heb hier Tom van Oudenaren erbij. En dat is een artiest, dat kun je gewoon zien aan hem. Hij heeft geweldige tattoos. Hij is body artist, zo mag je dat wel noemen, in Utrecht. En hij was zo lief om mij te komen helpen. Godzijdank heeft hij dit al eerder gedaan. Dus ik ben niet de eerste Nederlander die een chip in zijn lijf heeft. Ik denk wel dat ik de eerste ben die er helemaal blanco instapt. Ik heb me namelijk totaal niet voorbereid op een chip in mijn lijf. En dat is expres. Waarom doe ik dit? Wij zijn inmiddels allemaal gewend aan een minicomputer in onze broekzak. Hier een smartphone, ontzettend krachtige computertechnologie, heel veel sensoren zitten hierin. En we zijn allemaal gewend aan technologie in onze broekzak of in onze jassen. Dit is de volgende stap. Dit is een smartwatch. Er komen er steeds meer van. Dus de komende tijd hebben steeds meer mensen een smartwatch. Dit is een Pebble. En ik kan hiermee berichtjes binnen die op mijn telefoon binnenkomen, krijg ik binnen op een horloge. Dus dit is een heel ander gevoel. Dus in plaats van dat mijn telefoon afgaat en gaat bliepen en ik ga kijken wie er wat van me wil, gaat er heel subtiel een berichtje op mijn pols zo. Hey Martijn. Ik denk, oh ja, dit is een heel ander soort technologie, een ander soort ervaring. En binnen nu in een jaartje of 3, 4 is dit normaal. Hebben we dat bijna allemaal, denk ik. Het is een hele andere vorm van berichtjes binnenkrijgen. Het is veel subtieler. Dus in plaats van dat ik een apparaat ga pakken, kijk even naar mijn pols. Oh, Pietje komt ietsje later en ik doe hem weer weg en ik ga over tot de orde van de dag. Dit, wat we nu gaan doen, is echt een volgende stap. Waarschijnlijk over een jaar of 10, 15 pas mainstream. Maar ik ga dus nu een chip in mijn hand laten zitten. Ik weet alleen niet wat die kan. Ik heb wel fantasieën erover. Ik fantaseer erover dat als ik iemand anders tegenkom die zo'n ding heeft, en ik geef hem een hand, of ik geef haar een hand, dat we dan informatie kunnen uitwisselen. Ik heb een hele coole lamp van Fatboy. En ik hoop dat ik hem kan hacken, omdat mensen mij willen helpen. En als ik hem dan vasthoud en ik hou mijn hand dichterbij dat hij dan aangaat. En als ik dan mijn handen boven beweeg, of naar beneden beweeg, dat hij dan harder en zachter kan. Of dat ik mijn deur zo kan manipuleren met een elektronisch slot. Dat als ik binnenkom en ik hou mijn hand tegen de deur, dat hij dan open gaat. Nou, dit ga ik allemaal meemaken en waarom. Ik vraag heel vaak bij lezingen die ik geef van wie van jullie vindt pacemakers stom, vraag ik aan de zaal. Wie is er fundamenteel tegen pacemakers? Van, dat moeten we niet willen met z'n allen. En iedereen zegt, nee, pacemakers is een goed idee, want dat is fijn als iemand nog niet doodgaat. Kunstheupen vinden we ook heel normaal. Maar we vinden het nog niet normaal om technologie in ons lijf te stoppen waar we voordeel van hebben. En die kant gaat het op. Dat is voor een deel noemen ze dat transhumanisme, biotechnologie, man-machine, alles bij elkaar. Dat is nieuw terrein. Dat levert allerlei vraagstukken op. En ik heb geen idee wat voor vragen dit gaat opleveren, maar iemand moet erover nadenken. Dus daarvoor ben ik blanco hierin gedoken om te gaan kijken, wat ga ik allemaal tegenkomen? Eén vraag die ik alvast bedacht had, is van, goh, ik kan niet programmeren. Dus als hier software in gaat zitten, en ik kan die code niet lezen, want ik ben niet handig. Ja, hoe weet ik dan of die code deugt? Nou, dit soort vraagstukken die worden over een tijdje mainstream. Die vind ik fascinerend. En als ik het niet meer leuk vind, nou, dan stop ik er gewoon weer mee. Dus we gaan het gewoon doen. Ik heb net gehoord dat het helemaal geen goed idee is om hier in mijn hand te stoppen. Dat is een beetje een kwetsbaar plekje en dan kan die zomaar stuk gaan. Dus ik heb net van de body artist Tom hier het advies gekregen om gewoon hier in mijn pols te gaan stoppen. Dus dat gaan wij nu doen.
En dat vind ik wel een beetje spannend. Ik heb nooit zoiets engs gedaan. Het valt best mee, zegt hij. Dus ik heb mijn enkel gebroken. Dat schijnt veel heftiger te zijn. Gelukkig maar. Ik ga het onverdoofd doen. Het is allemaal steriel. En nou ja, op hoop van zegen ga ik een nieuwe ervaring in nu. Dus goed. Okay. Hoe gaat het dan met je, Martijn? Ik denk dat mijn hartslag nu iets hoger is. Had ik eigenlijk moeten quantifyen. Dat is wel weer grappig. Maar so far so good. Het ziet er eigenlijk enger uit. Wat adviseer je? Moet ik ernaar kijken of juist niet? Ik kan later terugzien in dit geval. Ja, ik kijk wel gewoon. Nee, ik had het niet voor de bevalling, want ik denk dat dat wel iets erger wordt dan het zitten. Ja, ik kijk of je het overleeft. Dat denk ik ook. Ja, je kan er naar kijken. Heb je zoiets van, oké, ik zie iets wat ik niet leuk vind, draai je hoofd weg, klaar. Ja. Hou me op de hoogte. Als je duizelig wordt, misselijk, ligt in je hoofd, ja. Dan stuur ik iemand om een blikje cola te gaan halen. Okay. En dan gaan ze niet afrekenen, dan gaan ze gewoon pakken en terugrennen. Ja, oké. Okay. Ja? Cola. Okay. Goed zo. En daarna waarom hebben wij hier nu al? Nee, helemaal goed. Oké. Okay. En is er iets wat ik absoluut niet met mijn hand mag doen als je ermee bezig bent? Ik moet gewoon helemaal stil houden. Dat zijn vragen die... kom op, dat is een hele logische vraag toch? Ik zou gewoon zo weinig mogelijk met je hand doen. Ja, ik zou gewoon zo blijven zitten. Dan blijf zitten, oké. Zo mogelijk ontspannen. Goed door blijven ademen. Ja, oké. Ik ga gewoon mijn ogen dicht doen en ik ga in- en uitademen. Dat lijkt me het meest slim om te doen. Simpler trial. Even iets. Ik pak je huid vast. Ja. Ik zet de naald tegenaan. Ja. En ik druk hem erin. Ja. Als die erin zit, knijp ik in het apparaatje. Voel ik dat dat ding tussen mijn vingers zit. Ik haal het naaltje weg. Ja. En hij zit erin. Hupsakee. En dan zeg ik, you have been chipped. En dan ben ik klaar. Wauw. Dat ga je echt zeggen. Tuurlijk gaat hij dat echt zeggen. Goed. Rapapa, rapapa, tromgeroffel. Je kunt op de filmpjes van Amal zien dat hij met jodium of betadine dingen eroverheen smeert. Ja. Hele hoop mensen hebben een allergie voor schale schelpdieren. Ah. Doe het dus niet. Want weet je het niet, dan krijg je anafylactische shock. Nou, dan ben je helemaal klaar. Oké, okay. Nou, dat gaan wij gewoon niet doen. Nee, nee. Mensen, dit is geen filmpje van doe het zelf thuis. Kom het later doen in de winkel, want je kan alleen maar gekke dingen veroorzaken bij jezelf. Je ziet, ik weet niet of de camera dat kan zien, je ziet aderen lopen. Ga er gewoon geen gekke dingen meer uithalen. Nee, durf ik dus ook niet, hè? Ik heb hier ervaring mee, ik heb dit vaker gedaan. Don't do it at home. Echt niet. Ben je er helemaal klaar voor? Geen idee, maar we gaan het gewoon doen. Ja? Goed rustig door blijven ademen, dat is heel belangrijk. Ga je in één keer je ademhaling verhogen, dan schiet dat niet op. Komt-ie? Ja. Oh, stelt echt geen zak voor dit. Echt niet. Nu niet, in elk geval. Misschien zo meteen, maar nu niet. Oh ja, ik moet ademhalen. Nou, hij zit erin. Dit ging echt helemaal nergens over. Dat was hem. Ik heb hem nu tussen mijn Kijk, vingers. Wow, ik denk dat het meer de ervaring, of het idee dat er wat gebeurt, dat het spannender is dan dat het nou zo voelde of zo. Mooi. Oké. Okay. Ja, altijd als je een mens een haartje trekt, dan komt er een druppeltje bloed uit. Dus ja, dat hoort bij. Dat is het concept een beetje. Dus dat stuk van mijn lijf doet het. Dat absoluut, ja. Dames en heren, ik heb een chip in mijn hoofd, dankzij Tom. En ik weet, dit is het begin van een reis van een jaar. Het gaat echt dus heel gaaf zijn. Heb je een chip breeder gekocht? Nee, nog niet. Ik ben er echt bewust, expres, helemaal blanco ingedoken. Okay. Ik had vandaag de NOS aan de lijn, die dachten van... Maar nee, we komen niet filmen, dit is niks nieuws. En waarom zou je dat nou doen? Je hebt niet eens voorbereid. Ik dacht, nee, maar dat is het hele idee van dit experiment. Ga er blanco in en ga dan spelenderwijs ontdekken hoe en wat. Cool. Super gaaf dat je dit wilde doen. Kijk, dit is leuk. Dit wordt leuke content, hoe dan ook. En binnenkort komt Sonja, die was hier vandaag, maar die moest eerder weg helaas. Over een paar weken gaan we nog een filmpje maken met Sonja, omdat zij dan vanuit een vrouwenperspectief, die schijnt andere dingen te voelen, dezelfde avontuur kan gaan meemaken. Dus ik hou jullie op de hoogte en dit was spannend en het viel uiteindelijk heel erg mee. Hartstikke gaaf. Dank voor het kijken en Tom, onwijs bedankt. Graag gedaan.